Ik ben Vera en ik werk hier bij Dorcas als vrijwilligster. Dorcas is een organisatie met heel veel kringloopwinkels door heel Nederland. En wij zijn nu bij de vestiging Apeldoorn. En de opbrengsten die gaan naar het goede doel. Ik ben Marlies en ik werk sinds een jaar bij Dorcas. Ik ben hier komen werken omdat ik graag een nieuwe daginvulling wilde. Ik wilde graag actief bezig zijn. Ik heb genoeg energie, te veel energie om thuis stil te zitten. Dus ik wil graag lekker bezig zijn en hier kun je de hele dag bezig zijn. Mensen brengen spullen binnen die ze thuis niet meer nodig hebben. Die worden gesorteerd bij de inname. Vanuit de inname gaan de spullen naar de juiste afdeling. Dus naar de kledingafdeling, de serviceafdeling, de speelgoedafdeling. We hebben een lampenafdeling, we hebben een techniekafdeling. Dus we hebben heel veel soorten afdelingen. Van daaruit wordt het door de mensen die op die afdelingen werken geprijsd en dan in de winkel gezet. Ik ben bij Dorcas gaan werken omdat ik het hier heel leuk vind. Het is een mooie winkel en ze hebben heel veel afdelingen. En ik ben zelf ook al graag nieuwsgierig naar tweedehands spulletjes, want dan ben je duurzaam bezig. Het verloop in de winkel is heel erg groot. Er komen ook elke dag weer nieuwe spullen binnen. Dus het is ook een meer verrassing wat er binnenkomt. De mensen in mijn omgeving die weten allemaal dat ik bij Dorcas werk en dat ik daar zo enthousiast over ben. En ik probeer ook altijd ze hier naartoe te krijgen omdat we zulke leuke spullen hebben. Ik kom liever hier de boel netjes maken dan dat ik dat thuis doe. Iedereen werkt hier op vrijwillige basis. En dat heeft tot gevolg dat iedereen ook enthousiast is. En dat maakt het heel leuk. Je bent eigenlijk de hele dag om je heen bezig met mensen die het leuk vinden om hier te zijn. En dat kun je heel goed voelen.